Hallo allemaal, ik ben Marie-Claire van restaurant Freud en ik ga jullie vandaag laten zien hoe je een lekkere linzensoep kunt maken. Daar hebben we voor nodig rode linzen, een uitje, wortel, knoflook, chilipoeder, komijn, een beetje tomatenpuree en nog wat tomaatjes uit blik. En een beetje kippenbouillon of groentebouillon, net wat je in huis hebt. Het is niet zo moeilijk, het gaat ook best snel, het zijn geen dure ingrediënten. Dus volgens mij is het voor iedereen een lekker en gezond en makkelijk te maken soepje. Nou, we beginnen met een uitje. Ik heb 2 kleine rode uien. Als je grote uien hebt, neem je 1 grote. Dat maakt niet zoveel uit. Die gaan we snipperen. Aan kleine stukjes. Laten we eerst even schillen allebei. Je mag ook gele uien nemen, dat maakt niet zo heel veel uit. Ik had toevallig rode in huis. Schilletjes gelijk even opruimen. Zo, geschild uitje, ik snij hem 1 keer door, dan leg ik hem zo dwars, maak ik inkepingen van boven en 1 of 2 zo dwars. En dan kun je heel goed altijd je vingers een beetje zo houden, hè? Dat je niet je vingertopjes snijdt. En op die manier krijg je mooie kleine stukjes. Ik ga mijn kookplaatje aanzetten. Scheutje olijfolie. 1, 2 eetlepels denk ik. En dan doe ik die eerste uitjes er alvast in. We kunnen die al bakken terwijl we de rest gaan snijden. Het hoeft allemaal ook niet zo heel klein, want we gaan die soep later nog een beetje pureren. Zo. Dat zijn de uitjes, die hebben ook het langste nodig. Vandaar dat we daarmee beginnen. Die moeten lekker zacht worden. En dan gaan we verder met de wortel. Voorkantje eraf, achterkantje eraf. Ik heb een dunschiller. Maar als je die niet zou hebben, kan je ook gewoon met je mes hem zo een beetje afschrapen. Dan snij ik hem aan 3 of 4 stukken. En die gaan weer 1 keer door de midden. Nou, dan kan je er wel blokjes van maken. Zie je, dus het maakt niet zo heel veel uit als je ze niet zo heel erg klein snijdt. Die kunnen er gewoon bij. Even roeren in je pannetje. Dat er niks verbrandt natuurlijk. Dan, ik heb een lekkere dikke knoflookteen. Als je die even zo plet. Dan kan je makkelijk de velletjes eraf halen. En ook die moet aan kleine stukjes. Zo.
Oké. Nou, dat zit er allemaal in. Dat heeft dan ongeveer 10 minuutjes nodig. Kwartiertje op een zacht vuurtje. Omdat die ui lekker zacht moet worden. Dan gaan we erbij doen. Een beetje tomatenpuree. Ik doe dat nu op gevoel. Dus ik zeg een eetlepel. Die bak je even mee. Want dat ontzuurt de puree. En dan krijg je een lekkerdere tomatensmaak in je soep. Zo. Allemaal even lekker bakken. Dan heb ik wat chilipoeder en wat komijn. Je zou ook een vers rood pepertje kunnen nemen in plaats van chilipoeder. Maar ja, dat heb ik niet in huis. Dus van de chili doe ik zeg maar een half theelepeltje. Want dat is natuurlijk pittig. En van de komijn doe ik 2 lekkere theelepels. Alles nog een klein beetje doorbakken eventjes. En dan is het tijd voor de linzen. Rode linzen. Mag ook met gele linzen of blonde linzen noemen ze dat wel eens. Die heb ik in een zeef eventjes afgespoeld. Dan spoelt het stof eraf. En dan gaan ze er gewoon bij. Die zijn een beetje aan elkaar gaan plakken omdat ze nat zijn geworden. Kom op jongens. En heel erg gaan plakken. Maar ja, dat is natuurlijk omdat ik dit had voorbereid. Dus ze staan al een tijdje nat. Maar als jullie dat doen, dan gebeurt dat niet. Zo. Linzen erin. Eventjes alles weer doorroeren. Dat ze een klein beetje meebakken, die linzen. En dan gaan we naar de tomaatjes uit blik. Gepelde tomaten. Je mag er ook verse tomaten in doen, maar dit is handig. Ik heb het eigenlijk altijd wel in mijn keukenkastje staan, zo'n blikje. Die mogen er zo helemaal bij. En dan als laatste... Een liter kippenbouillon is dit. Gewoon gemaakt van blokjes. Kan dus ook groentebouillon zijn. Dus die heb ik even met gekookt water die blokjes laten smelten. Dan roer je dat even goed door. Dat er niet meer van die stukjes, harde stukjes in zitten. En dan kan het erbij. Dan zet ik mijn vuurtje even ietsje hoger. Want dit moet aan de kook komen. En dan zodra het kookt zet je het weer laag. Want het moet 35-40 minuutjes koken. Tot die linzen goed gaar zijn en ook die stukjes wortel lekker gaar zijn. Dus als het kookt dadelijk zet ik het weer laag en dan laat ik het zachtjes pruttelen. En dan komen we straks terug om te kijken hoe het geworden is. We zijn nu 40 minuten verder en de soep is gaar. Of de worteltjes en de linzen zijn gaar. Ik vond hem in de tussentijd een beetje dik worden, dus ik heb er nog een klein beetje water bij gedaan. Ligt een beetje aan het type linzen wat je hebt. Maar dit is goed, dus ik ga dit nu pureren. Want ik heb een staafmixer. Als je die niet hebt, geen probleem. Je kunt ook zo heerlijk eten. Die linzen vallen vanzelf al een beetje uit elkaar. Alleen als je het pureert, wordt het gewoon een hele mooie, dikke soep. Dus ik doe dat nu wel even. Even lawaai. Is gebeurd. Dan gaan we even proeven met de schone lepel. Ik doe er nog een klein beetje zwarte peper bij. Een heel klein beetje zout, want ik had er wat extra water bij gedaan, hè, daarnet. Nou,
Nou, dan is het zo goed. Dan gaan we een bordje opscheppen. Je kunt alle hoeveelheden vinden en nog even het recept uitgeschreven op de Roots website. Dus dan hoef je niet het filmpje steeds terug te kijken. Dus ik heb een lekker bordje soep. Ik heb hier nog wat verse koriander. Die doe ik erover. En een beetje gekruimelde feta. Dat hoeft allemaal niet, maar is wel heel lekker als je het hebt. Nog wat verse tomaatjes voor de extra vitamintjes. Nou, je kunt er nog een beetje hete saus in doen. Of een beetje citroensap. Net wat je lekker, zelf lekker vindt. Dus zo heb je een heerlijk vegetarisch linzensoepje. Eet smakelijk. Ik hoop dat jullie het allemaal gaan maken. En nou, veel plezier ermee.